Nevenschade. Voorzitter, zo wordt er in regeringskringen gesproken over de 70 doden die er in Irak zijn gevallen door Nederlandse bommen. En van minister Bijleveld hebben we mogen vernemen dat het aannemelijk is dat onze minister-president daar ook van op de hoogte was. En dus ook op de hoogte is geweest van het feit dat de Kamer daar onjuist en onvolledig over is geïnformeerd. Maar onze minister-president leidt aan geheugenverlies. Voorzitter, dit kan zo niet langer. Dit gaat niet over een bonnetje. Dit gaat niet over een memo. Voorzitter, dit gaat over 70 doden door een Nederlandse bom. Dus voorzitter, ik wil zo snel als mogelijk een debat hierover met de minister-president. Ja. En ik wil een brief van hem zo snel als mogelijk, in ieder geval deze week. Ja. Met op welke wijze en op welk moment hij precies is geïnformeerd over de doden in Irak. De heer Krol namens 50PLUS. Steun voor brief en steun voor het debat. De heer Klaver namens GroenLinks. Ja, voorzitter, we hebben vragen gesteld. Gisteren kwam er een briefje dat die niet beantwoord kunnen worden voor vandaag. Ik zou graag ook bij deze willen rappelleren. Die vragen moeten morgen voor 12 uur beantwoord zijn. En dat debat moet inderdaad wat mij betreft morgen nog gevoerd worden. Dit gaat echt over de vraag wat de minister-president wel en niet wist. Het lijkt één groot soepzootje bij het ministerie van Defensie. Nu lijkt het ook, als we Elsevier mogen geloven, dat er stukken kwijt zijn. Dit kan niet. De minister-president die lijkt aan selectief geheugenverlies. Dus ik wil voor morgen 12 uur wil ik alle stukken van het kabinet hebben. Mevrouw Belhaai namens D66. Ja, voorzitter, zeker steun voor een brief en ook de beantwoording van de schriftelijke vragen die ingediend zijn. En daarna ook steun voor het debat. Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, het is onvoorstelbaar dat de minister-president of niet zou weten van de burgerslachtoffers, of het interesseert hem zo weinig dat hij het ook weer vergeten is. Dus steun voor het debat en zo snel mogelijk voeren. De heer Kerstens namens de PvdA. Het feit helaas, vorige week werd gestrooid met aannames, dat leidde tot een rookgordijn, terwijl de helderheid moet zijn. Dus steun voor het debat, maar ook eerst de beantwoording van de vragen die al gesteld zijn. En ik kan me ook vinden in de suggestie om die vragen bijvoorbeeld te beantwoorden in de brief van het kabinet die er heel snel moet zijn. De heer Kuzoe namens DENK. Ja, voorzitter, naast het feit dat is gememoreerd aan selectief geheugenverlies, vind ik het ook volstrekt onrechtvaardig. Daarom steunt de fractie van DENK van harte het voorstel van mevrouw Marijnis. Ja, de heer Bosman namens de VVD. Ja, voorzitter, met de steun, maar zeker voor de brief. De feiten moeten helder zijn. Het is wel wat lastig als je daar een tijdsbestek aan vastkoppelt. En als je dingen moet vinden, moet je dingen ook vinden. Dus alles moet wel compleet zijn en to the point. En de inhoud moet beschikbaar zijn, zodat het debat gevoerd kan worden. Dus steun voor zowel de brief als het debat. De heer Van Helvert namens het CDA. Ja, dank u wel. Het was jammer dat mevrouw Marijnis niet bij het debat was, want daar heeft de minister heel duidelijk gemaakt dat nevenschade en burgerdoden echt twee verschillende dingen zijn en ook niet door elkaar gebruikt worden. Dus het is heel vervelend dat de SP dat nu wel zo stelt. Steun voor de brief, voor duidelijkheid. Ik ben er niet voor om nou zo snel als mogelijk, super snel, alles te sturen, want dan krijgen we hetzelfde als bij het feit helaas van de vorige keer. Dan wordt er in een paar uur opgesteld en dan is dat niet compleet. Eerst alles goed op papier en daarna kunnen we beoordelen of een debat nodig is. Ja, dus voorlopig geen steun. Wel, ja, daar heeft u. Dat heeft geen meerderheid nodig, zeg ik erbij. Mevrouw van Kooten-Aarsen. Ja, voorzitter, van harte steun voor beide verzoeken van de SP en ook voor het verzoek van GroenLinks om de gestelde schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. En ook dit zo snel mogelijk te voeren met de Kamer. Ja. De heer Baudet namens Forum voor Democratie. Steun. De heer Voordewind namens. Voorzitter, eerst de benodigde informatie. Ja, ik sprak door u heen. Dat doet u nooit. Nee, ik ben veel voorzichtig. zei namens de ChristenUnie. Ja, dat klopt nog steeds. Graag eerst alle informatie boven tafel en dan het debat. De heer Wilders namens de PVV. Ja, voorzitter, het gaat er natuurlijk om of de minister-president wist dat zijn partijgenoot mevrouw Hennis de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Daar moet het debat over gaan, niet over die verschrikkelijke doden, maar heeft de minister-president de Kamer goed geïnformeerd of niet? En ik vind ook, want dat gaat dus anders dan de inhoud over het vertrouwensrelatie met de minister-president, dat we het debat eigenlijk vandaag zouden moeten voeren. Als het niet anders kan, dan morgen. Maar inderdaad, collega van GroenLinks zei het al, morgen voor 12 uur de brief, want dan staan we hier weer. Kijk heel even. Nee, dat mevrouw Marijnis, u heeft gewoon een overgrote meerderheid steunt het verzoek om het debat te houden en het liefst zo snel mogelijk, maar ook dat de vragen die zijn gesteld zo snel mogelijk worden beantwoord. En de brief hopen we ook spoedig te moeten zien. Ik
wil eigenlijk het voorstel doen om, maar dat ga ik later doen, de heer Bosman. Ja, zo snel mogelijk, want er werd hier ook gezegd morgen. Maar zo snel mogelijk is wel in relatie tot datgene dat de informatie beschikbaar is. Ja, dat is helder. Zeker. Nou ja, heer Klaver, voorzitter, om heel helder. Ja, nou, ja. Om heel helder te zijn. Ja. Vorige week hebben we een debat gehad. Toen had deze informatie er al moeten zijn. Nu blijkt toch dat er weer allerlei informatie niet boven tafel is gekomen. Ik wil voor morgen wel een reactie van het kabinet ontvangen. Ja. Als het ze niet, dan maar met de informatie die er wel is. Dat ze ook aangeven hoe lang het nog duurt, welke andere informatie te leveren. Maar ik wil voor morgen voor 12 uur een nieuwe brief ontvangen van het kabinet. Maar een meerderheid heeft gezegd volgens mij, zo spoedig mogelijk, maar ook na omkomst van de informatie. Heb ik het zo begrepen? Ja? Zeker, voorzitter, maar dit is een verzoek tot, tot informatie en die tijdsdeadline. Ja. En volgens mij is daar geen meerderheid van. Dan stel ik voor het stenogram.